Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe Vlogmas. Het is vandaag zondag. Ik heb zo net de andere vlog afgesloten. Zoals ik zei, in de andere vlog is Nox een dutje aan het vechten. Oh, misschien gaat hij hier zo echt op mijn schoot zitten. Kan maar even, het is oké. Ik ben benieuwd als Nox nog in slaap gaat vallen. Zou dit de eerste keer zijn dat hij mijn dutje gaat skippen? Hij wordt 2 binnen 10 dagen. Dus het kan natuurlijk dat hij af en toe eens een dutje gaat skippen. Maar ik hoop toch dat we daar nog niet zijn. Ik ga even zo derma planning doen zelf. Dat is eigenlijk al... Amai, wow, dat was gevaarlijk hè. Alle donshaartjes op je gezicht weghalen. Ik laat dat af en toe doen bij mijn zoon Charlotte. Het is al even geleden ondertussen. Ook omdat Charlotte zwanger was en op zwangerschapsverlof was. Dus ik ga binnenkort wel nog eens een afspraak maken. Maar nu is er gewoon weinig tijd voor door de week aangezien dat ik werken ben. Dus ik ga nu even gewoon zelf doen. Ik ga nu een mesje nemen. Ik heb dat trouwens besteld op ASOS. Ooit. Allemaal zo'n mesjes. En dat is echt zo'n tool ervoor. Vele vroegen ook als uw haren dan niet dikker terugkomen, maar nee. Allee, bij mij toch niet, maar dat zou ook niet kunnen normaal gezien. Want dons haren blijven blijkbaar wel dons haren. Eens kijken, het mesje erin steken. Nou, jullie zien er echt waarschijnlijk niks van door mijn handen. En voilà, dan heb je zo eigenlijk een mesje. Ik ben rustiger aan het worden, dus ik hoop dat Niels zelfs ook van de kamer kan dan. En wat ik dan eigenlijk doe, is in de richting mee met mijn haartjes wel alle donsjes wegdoen. Dus zo. Eigenlijk. Het valt wel mee. Precies. Ah, hier heb ik wel wat. Je ziet al aan mijn mesje. Kom aan, stel scherp. Ziet je al zo het haar, denk ik. Ik weet niet als het scherp staat. Maar oké, dat ga ik dus even doen. Ik ben er echt in de zetel aan het doen. Omdat, ja, boven met Nox, dat is gewoon moeilijk. Bij het minste dat hij hoort, en heeft een ruisje opstaan. Hè. Bij het minste dat hij hoort, is hij al aan het roepen. En het is echt moeilijk. Maar oké. Ik denk dat hij in slaap gaat vallen. Oké, ik ga dat doen en terwijl ga ik een vlog kijken. Helemaal klaar. Mijn gezicht is echt een babypoepje nu precies. Echt super zacht. En dat is wat er allemaal af is gekomen. Ik weet niet of het scherp staat. Maar ja, veel dons en veel modderheid. En nu ga ik me schminken. Ready! Gewoon basic. Mijn dagdagelijkse make-up gedaan. Ik zal het trouwens nog eens filmen voor jullie, want veel van jullie vroegen dat. Dus ik ga dat in de volgende vlog nog wel eens laten zien. Het sneeuwt. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, want het raam is echt vuil. En dit is het raam op de wc. Enige plek waar we naar achter in onze tuin kunnen kijken. Maar het sneeuwt echt mega hard. Yay. Zo mooi. Kijk, nog zijn outfitje ook cute. Mijn jasje is Sarah. Schoenen zijn Nike Air Force Ones. Zo, en broekjes van Amerika. Zo duwen. Ja, duw maar. Ondertussen zijn we al even bij mijn ouders. En het is hier weer super gezellig. We gaan zelfs Chinees eten. De tafel is al gedekt. En de kerstboom staat ook. Sinterklaas is ook geweest, dus Nox is volop aan het spelen ook. Super tof.
Goedemorgen. Vandaag is het maandag. En ik ga vertrekken naar Hasselt met Nox. Want Nox heeft zijn controle bij de neuskeel oogarts, waar hij zijn buisjes heeft laten zetten in mei was dat. Dus ongeveer een zestal maanden daarna heb je dan een controle. Ja? Zeg, waar is jouw muts? Zijn muts al afgedaan. Dus ze gaan er trekken. Ik ben vrij zeker dat de buisjes er nog zitten. Allee, ik denk dat. Ik weet niet waarom. Hij heeft in september wel een oorontsteking gehad, maar toen kwam al het vuil eruit. En toen zei de dokter dat de buisjes er nog zaten. Dus ik ben vrij zeker dat ze er nu nog altijd zitten. Dus ja, we gaan het straks weten. Oké, we zitten terug in de auto op de parking. Dat is hier aanschuiven. Dus ik dacht, ik blijf nog even mijn parkeerplaats staan. Nox was zo flink, hè schat? Je was flink, hè? Zo'n flinke jongen, hè? Ja. Ja. Hij heeft zelfs een autootje mogen kiezen, hè? Allee, een speelgoedje. Maar hij koos, of course, voor de auto. Het verdict is dat rechts het buisje eruit is. Kijk, mama. Ja, maar mama had gezegd niet op de grond gooien, hè. Nee. Het is wel nog in... Het buisje hangt nog tegen het trommelvlies, maar het is wel uit het trommelvlies. Dus de werking ervan is er niet meer. Dus ja, het is een kwestie van dat het nu uit het oor gaat vallen. En links zit het buisje er wel nog in. Hij heeft in september wel rechts een felle oorontsteking gehad, waarmee allemaal prut uit zijn oor kwam. Dus toen zat het er nog in, maar de kans is groot dat het er daar dan mee uit is gekomen uiteindelijk. Dus we gaan het in doog moeten houden. Het is echt nog recent eruit, zegt hij. Want het hangt er echt nog tegen. Dus ja, fingers crossed dat we niet weer 7 oorontstekingen op een half jaar gaan hebben. In mei heeft hij een nieuwe afspraak, dus om de 6 maanden moet hem gaan. Om te kijken hoe het dan is. Maar mocht er in tussentijd echt al de eerste 2 maanden terug elke maand een oorontsteking zijn, dan moeten we terugbellen. Want dan is de kans groot dat hem opnieuw buisjes moet. Maar het kan natuurlijk ook veranderd zijn met een half jaar ouder worden, dat het beter is. Dus we zullen het zien. Nu gaan we nog even naar de winkel, hè? Ja. Ja. En dan gaan we naar huis. Ja. Ja. Oké, Nox slaapt. Ik heb wel weer een half uur bij hem moeten zitten. Maar hij slaapt. Ik ga nu even Netflix kijken. Een kerstfilm en eten. Als Netflix werkt. Want gisteren werkte dat ook niet. En nu werkt dat precies ook weer niet. En ik was zo bij de Carrefour nog gestopt met Max. En daar hebben ze zo van die sushi bowls. Allee, dat is eigenlijk restjes van sushis. En dat kost 3 euro. Dus ik dacht, lekker. I take it. Dan ga ik eten. Oké, de timer is gone. We gaan Nox zijn kerstboompje versieren, hè, vriend? Op jouw kamer, kijk. Met zijn tractor. En we hebben zo zuurstokjes en we hebben deze balletjes. Het is maar een heel klein boompje, maar wel een cute boompje. Oei, kan niet. Oei, kan je het niet? Oké. Moet mama het doen? Mama zal het doen. Zo. Ik ben ondertussen alleen aan het versieren. Want Nox is Bing aan het kijken bij Niels op de laptop. Ik heb daar zo de vilte kerstboom gehangen. Het mag een beetje opgeschoven. Voilà. Ik kan hem daar goed aan. En ik kan zo zelf die dingetjes daarop hangen. Dat is wel tof. Dat is van de Action trouwens. Ik heb dat wel al, denk 2 maanden geleden of zo gekocht. Maar die dingetjes kun je er allemaal zo afhalen en terug ophangen.
En ik heb hier een kerstmankussentje gezet. Ja, sorry voor de rommel. Maar nog eens alles aan het uithalen. Hier staat zijn kerstboompje. En dit moet ik nog aankleden. Ik ga hier denk ik de kullerbu opbouwen. Even zien, Sarah's. Dan heb ik daar een kerstslinger gehangen. Die is van de Action. Nee, niet van de Action. Van de Primark. En dan hier zijn boekjes. Ik heb nog niet te veel kerst. Ik heb deze kerstboekje en dat kerstboekje. Want hij verjaart ook nog volgende week. Dus ik heb ook nog een verjaardagsboekje. En nu was ik bezig met deze er allemaal af te halen. En dan kan ik hem, wanneer hem zin heeft, straks of morgen of zo, de kerststickers op laten hangen op het raam. Oké, wij gaan pizza's maken. Nox is al bezig met zijn rendierhoedje. En zijn kleerkutter, mesje. Kan je niet mee in de vingers snijden en zo kan hem zelf toch ook helpen. Het is echt een top uitvinding dit. Te koop bij Blabloom. En we gaan pizza's maken. Niels is nog even bezig, maar komt ook helpen. Cozy! Hey iedereen, ik ga deze vlog hier afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up, laat een leuke comment na. En ik zie jullie in een volgende vlog met...